In deze film laat ik een weg wegzakken. Om te beginnen ga ik een hulplijn plaatsen en dat doe ik vanuit mijn linealen. Je linealen kun je laten zien via hierboven weergaven en dan heb je daar linealen staan. En het enige wat je moet doen is in je bovenste liniaal gaan staan. En je cursor op wordt dan een pijltje. Je houdt de muisknop ingedrukt en je trekt een lijn naar beneden. Tot aan het punt waar je dadelijk de weg wil laten omklappen. Ik zoom even een klein beetje uit en ik pak mijn selectiegereedschap. Gewoon het vierkante selectiegereedschap in een normale stijl. En ik selecteer de onderste helft. En deze onderste helft ga ik naar een nieuwe laag transporteren met de combinatie Ctrl J. Ik zet de achtergrondlaag even uit, dat maakt het wat makkelijker. En deze selectie moet ik dus eigenlijk ja, de illusie gaan laten wekken dat hij naar beneden klapt. En dat doe je met perspectief. Dus je selecteert de complete inhoud door de Ctrl ingedrukt te houden en op het afbeeldingje van de laag te klikken. En vervolgens gebruik je de sneltoetscombinatie Ctrl-T voor het vervormingsgereedschap. En je ziet dat er bovenaan in de balk het een en het ander verandert. En er komen een paar blokjes omheen te staan bij je selectie. Wat je nu moet doen is met rechts klikken en kiezen voor perspectief. En het enige wat je doet is het linker of de rechter onderhoek naar binnen drukken. Dus de muisknop ingedrukt te houden. En je ziet de andere hoek gaat gewoon mee. En je pakt een perspectief. Waarvan je denkt dat het wel aardig is. Je dubbelklikt er een keer op en het is allemaal weer in orde. Zet ik de achtergrondlaag nu aan en hef ik de selectie op met Ctrl D, dan zie je dat de weg eigenlijk al naar beneden is geklapt. Enige nadeel is, is dat de hoeken gewoon ja, te krap zijn. De onderkant van de foto die eindigt daar en daar. En die wil ik eigenlijk gewoon wat breder hebben. Je zou hem opnieuw uit kunnen snijden, maar dan verlies je links en rechts van de foto ook best een berg. Dus dat ga ik doen door een nieuwe laag aan te maken. Hieronder bij dit icoontje. En ik zoom even in op de linkeronderhoek. Nou, de achtergrondlaag, die zet ik uit. En je ziet dus die driehoek hier die ik op moet gaan vullen. En dat pak ik gewoon met mijn kloongereedschap. En ik ga dat op de lege laag doen. Dus zorg dat monster. Huid en onderliggend is aangevinkt of geselecteerd. Want dan pakt hij dus de onderliggende laag en die zet hij op de huidige laag. En je pakt gewoon een beetje brongebied en je klont dat er zachtjes aan weer bij. Je zult een klein beetje creatief moeten zijn met waar je je bronnen vandaan pakt. Omdat je vrij veel hoek verliest, zul je namelijk al snel de illusie krijgen dat je dingen aan het herhalen bent vanaf de foto. Maar we gaan dat dadelijk ook nog een klein beetje donkerder maken. Eventueel kun je de achtergrondlaag aanzetten. Als je ook daar nog een stukje van wil klonen. Stel dat ik bijvoorbeeld hier nog wat asfalt in de hoek wil werken. Maar je ziet dat het vrij donker is. Ik kan wel dit gebied hierboven erbij pakken. En ik maak het kloongereedschap even wat kleiner. En ik haal er zo even wat herhalingen uit. Anders valt het natuurlijk te veel op dat er aan gewerkt is. En dat weet je wel bij zo'n omgeklapte weg. Dat kan ook niet anders. Maar goed, we hoeven het er niet super dik op te leggen. En zo heb ik dus een volledige onderkant. Zet ik de achtergrond weer aan en ga ik mijn hulplijn weghalen. Kun je gewoon doen door het verplaatsgereedschap te selecteren hierboven of de V. En op je lijn te gaan staan. Nou, dan verandert je cursor weer van in dit geval een pijltje naar een ander pijltje. En je sleept hem gewoon helemaal naar boven. Ga ik nog één ding doen. En dat is een laag curve aanmaken. Een aanpassingslaag hieronder bij het zwart-witte bolletje. En ik trek dat gewoon een klein beetje naar beneden. Het masker dat keer ik om met ctrl-i. Klik op het masker en druk op ctrl-i. En ik pak vervolgens een kwast een beetje een grote kwast zorgt dat je een zachte rand hebt. En hieronder maak ik het in de hoeken op die manier een klein beetje donkerder. Voeg eigenlijk een soort vignet toe aan de onderste helft. En dat geeft iets meer drama in de foto. En zo eenvoudig doe je dit dus. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken tot de volgende keer en doei. doei.